Welkom bij deze nieuwe video. Ik zie er weer lekker anders uit. Elke keer als jullie een video bekijken van mij, dan is het weer een verrassing hoe ik eruit zie. Als je benieuwd bent naar de make-up look, dit is met betaalbare make-up gedaan. Dus als je die wilt zien, bekijk even mijn Instagram. Daar heb ik de foto en de tutorial geplaatst. Vandaag ga ik mystery boxen unboxen. Ik heb er twee van Etsy.com en ik heb er eentje van Bol.com. Alle drie andere prijzen. En ja, ik was wel benieuwd wat er dan in zo'n beauty mystery box zit. Ik heb wel eens video's bekeken van mystery boxen. En ja, je moet er niet te veel van verwachten. Meestal viel het toch wel een beetje tegen. Ik heb gewoon drie hele verschillende genomen. En ik ben gewoon echt heel benieuwd wat hier allemaal in zit. Ik heb nog niks opengemaakt. En ja, we gaan het gewoon hier met z'n allen openen. Ik ben echt zo benieuwd. Oh my god, ik hoop dat er op zijn minst iets in zit waar ik iets aan heb. Want dit heeft me in totaal iets van iets minder dan 100 euro gekost. Dus ja, ik hoop dat ik er dan wel iets aan heb. Dus ja, laten we gewoon niet te lang wachten en gewoon gelijk beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn twee video's. En dan gaan we snel door met de video. Oké, ondanks dat het bij twee mystery box stond, zijn ze allebei aangekomen in zo'n verpakking. Ook prima. En eentje is wel echt een box. Ik ga eerst beginnen met deze twee. Ik heb ze allebei van Etsy.com. In ons land is Etsy.com niet echt bekend. Het is een Engelse website. En je moet het een beetje zien als AliExpress. Etsy is gewoon een website, een platform waar mensen gewoon hun eigen winkeltje kunnen maken en gewoon hun dingen kunnen verkopen. Een beetje net als AliExpress, maar dan ja, niet per se goedkoop. AliExpress is echt China goedkoop en dat soort dingen, maar ik bedoel meer qua ja, dat er gewoon heel veel winkeltjes zijn in één website. Nou, Etsy is dus zo'n website. Zoals ik al zei, is het Engeland. Dus je hoeft niet veel te betalen. Meestal qua verzending. Af en toe wel. Het hangt gewoon echt af per winkel. Wat je moet betalen. Hoe lang het duurt. Ik ga eerst beginnen met deze. Hij is al open. Omdat ik dus was vergeten dat ik dit had besteld als mystery box. Ik dacht, hé, wat is dit? Maar ik heb het nog niet gezien. Dus hij is wel open. Maar ik heb hem oprecht nog niet gezien. Ik heb deze van Vanessa's Vanity. Zo heet zij. En zij komt uit de United States. Dus dit pakketje komt wel uit Amerika. Zoals ik al zei, het hangt echt af per verkoper. En even kijken. Dit pakketje kostte mij €26,19. Verzending kostte mij €13,20. In totaal heb ik voor dit €39,40 betaald. Dat vind ik best wel veel. Oké, ik ben super benieuwd wat erin zit. Ik haal alles dus uit. Ik heb ook een briefje erbij. Er staat op van Vanessa's Vanity Cosmetics and More. Thank you. Enjoy 50% of your next purchase. Oké, letterlijk het enige wat erin zit zijn deze vijf dingetjes. Ik weet niet wat het is. Georgia Glow. Volgens mij zijn het highlighters of zo. Ze heeft dus haar eigen cosmetica lijn. Dus dan ga ik ervan uit dat ze dit zelf maakt. Veel verkopers op Etsy zijn mensen die dingen zelf maken. Oké, dit is dan de eerste. Het zijn inderdaad gewoon allemaal van die zelfgemaakte highlighters. En dit is in de kleur Georgia Glow. Op zich swatcht die wel mooi. Deze kleur is wel te donker voor mij. Maar hè, we hebben nog vier andere kleurtjes. Oké, deze heeft een beetje een soort van bloem erin gegraveerd. Ze hebben dus allemaal iets anders erop staan. Deze is een beetje wit goud. Oh, mooi. Deze vind ik wel mooi. Dit is echt wel een kleur die ik zou opdoen. En dit is een roze en deze heet Poetic Pink. Nou, ik moet wel zeggen, ik vind ze alle drie super mooi. Ik vind ook goed dat ze echt drie hele verschillende kleuren heeft gedaan. Dan is er voor iedereen wel wat wils. Echt heel mooi, vooral deze. Ik ga hem gewoon even opdoen. Ik pak nou even kijken White Gold. Ik heb al iets op, maar ik doe het er gewoon op. Oeh. Heftig. Oké, hij is echt super heftig. I like it. Ik vind ze heel mooi, ja. Oké, dan heb ik hier nog twee, maar deze zijn iets kleiner. Ik denk dat dit dan oogschaduwen zijn of zo. De eerste heet Vintage Champagne. Ja, dit is dan Vintage Champagne. Dit is inderdaad gewoon een oogschaduw. Wel een hele mooie kleur. Oh mijn god, kijk hoe gepigmenteerd. Dit is echt heel mooi. Ah god, ik ben tot nu toe wel impressed. In het begin had ik iets van, ja joh, is dit het voor 40 euro? Maar ik ben eigenlijk best wel impressed. De tweede heet Sneaky Snake. En dit is een beetje een iridescent groene kleur. Zo'n kleur hebben ze ook bij Urban Decay, maar dan een stuk duurder. Oh mijn god, mensen, zien we dit? Zien we dit?
Dit is wel echt prachtig. Oh mijn god. Je hebt gewoon 3 highlights en 2 oogschaduwen. En ook gewoon echt alle 5 mooie kleuren. Ik persoonlijk vind dat wel €40 waard. Ik ben nou wel even benieuwd naar haar website. Ik ga even naar haar website bekijken. Oh mijn god, mensen, op haar website heeft ze echt heel veel staan. Deze zijn allemaal €5,45. En de highlighters zijn €10. Dus als ik dit los zou kopen, nou gaan we weer met mijn hoofd rekenen skills. Iets meer dan €40. Ik heb basically gewoon evenveel betaald als dat ik los zou betalen, maar ik heb wel €13 verzending betaald. Dus zonder die €13 zou het iets minder dan €30 zijn. Dus je betaalt dan wel iets minder. Echt, ik kan echt niet rekenen. Nou, ik heb die hieronder gedaan. Echt super, super mooi. Ik ben echt impressed. Oké, dan gaan we verder met het andere pakketje. Dit pakketje was een stuk goedkoper. Deze was €5,80. Maar de verzending was €8,80. Dus ik heb meer betaald voor verzending dan voor wat het is. In totaal heb ik dus €14,66 betaald. En dit pakketje komt wel gewoon uit Engeland volgens mij. Ja, Engeland, want ik zie pond staan. En hier staat thank you. Ik ben zo benieuwd, vooral omdat de prijs zo laag was. Oké, nou is hij leeg. Ik heb alles eruit gehaald. Oké, ik heb dit en een snoepje. Lekker man, snoep. Straks is dit drugs of zo. Oké, nou ik ga gewoon eerst beginnen met de grootste. Nou mensen, ik heb een mutmasker. En zo ziet de achterkant eruit. Oké, leuk. Dit zijn van die maskertjes. Die heb je ook hier bij de Kruidvat voor €3 of zo. Nou ga ik de op één na grootste openmaken. Ik vind het ook leuk dat ze echt alles apart heeft verpakt. Oké, ik heb hier van Garnier een soort was scrub ding voor op je gezicht. Dit is sowieso een tester van Garnier was scrub mask. Dus je kunt hiermee je gezicht, je moet je gezicht wassen en dan scrubben en dan is het een soort van maskertje of zo. Wat erg. Nou ja, ook leuk. Dan dit kleine rondje. Ik heb hier zilveren losse glittertjes. Nou, ook altijd handig om te hebben losse zilveren glitters. Ik vind het allemaal echt hilarisch. Dan de allerlaatste, deze inie mini vierkantje. Dit is een hele kleine testertje van de Laura Mercier Foundation in de kleur 1 en 2 vanille. Nou, mocht dit toevallig jouw huiskleur zijn, dan heb je hier een tester. Nou, en dat was het dan. Dit is dus wat je krijgt. Ik vind het niet eens per se zo slecht. Ik bedoel, van de prijs was in principe €5. Ja, ik moest wel €8 verzending betalen, maar in principe was het €5. Ja, ik vind het op zich best cute. Oké, en dan dit laatste pakketje van bol.com. Er staat dus op becare.nl. En allemaal van die bijtjes. Dat kon je op de website niet zien. Op de bol.com website zag je echt gewoon een box. En dan erop mystery box. Beauty mystery box. Even kijken wat erbij stond. Er staat precies make-up mystery box ter waarde van €100. Dus ik ben benieuwd hoeveel heb ik betaald. €25 en de verzendkosten was gratis. Dus gewoon €25. Ik had gewoon bij bol.com opgezocht op Beauty Mystery Box. En toen kwam deze als een van de eerste. Ik ken becare.nl niet. Dus geen idee wat erin zit. Nou, dit is wat je ziet als je hem openmaakt. Er staat, hey team Becare, wens je veel plezier met je bestelling. En je krijgt 20% korting bij je volgende aankoop. Oké, wat hebben we als eerste? Een gouden lipmasker. Top. I love it, want ik heb droge lippen. Ik vind lipmaskertjes altijd heel fijn. Oké, ik heb hier een BB cream. Dat is wel leuk, ook al gebruik ik die niet. SPF 15 in de kleur Dark Peach Tone. Peachy is niet mijn kleur. Nou, los van dat het niet mijn kleur is, ik gebruik nooit BB creams. Het is of gewoon full face, full glam, foundation of geen make-up. Maar ja, ik vind het wel iets leuks om in een mystery box te doen. Oh, en het is van dit merk. Zaya. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar het is allemaal van het merk. Want ik heb hier ook een Goat's Milk Make-up Remover. Geitenmelk make-up remover. Zou het ook echt naar geit ruiken? Hoe ruikt een geit? Ik ga deze zeker proberen. Ik ben benieuwd of hij echt goed mijn make-up eraf gaat halen. En er staat ook echt op dat hij ook waterproof make-up eraf haalt. Dus we will see.
Oké, we hebben hier van het oude make-up merk van de Kardashians, Chroma Beauty van Kourtney, Kim en Khloé, een oogschaduwpalet. Hun zijn al lang gestopt met dit make-up merk, maar ik vind het wel grappig dat ze dit erin doen. Dit is dan hoe die eruit zien. Ik vind de kleuren best wel mooi en hij is zo klein, dus handig to go. Maar kijk, de spiegel valt eruit. Wacht. Dan hebben we hier een testertje van een dagcreme, weer van dat Zaya merk. Van het make-up merk Miki, een highlighter palet. Miki is het make-up merk van de Action. Maar ik denk dat deze niet in die collectie meer zit in de Action. Volgens mij is dit een oude collectie. Maar ja, wel leuk. Het zijn drie hele grote highlighters. Oeh, wat is dit? Nog een foundation. Mensen, we hebben een foundation met een spons erbij. Van OTWO. Dit zijn allemaal van die vage merken die ik niet ken. Oh, een volledig dekkende foundation. Pump bottle to the latest drop bottle. Oké, dit is dan de foundation. Het is de kleur 1 en hij is ook echt super licht. Ja, het is echt een hele lichte kleur. Helaas te licht voor mij. Maar ik moet zeggen, hij is wel echt heel wit. Ik denk dat de meeste mensen niet eens zo licht zijn. Ze hadden beter meer voor een lichte medium kleur kunnen gaan. Dat hebben toch meer mensen. En deze rare, vage spons zat er ook bij. Deze spons is gewoon gekreukeld. Wat de F. Hij voelt ook echt hard aan. Van Chroma Beauty heb ik hier... Wat hebben we hier? Een liquid lipstick, denk ik. Er staat verder niks op. Alleen de kleur en dat het van Chroma Beauty is. En we hebben nog een gezichtsmasker. Een anti-rimpel gezichtsmasker. Van het merk Zaya. We hebben hier weer van het vage O2O merk. Waar deze foundation ook van is. Hebben we een gold mascara. Oh, hij is echt oprecht goud. En zo ziet hij eruit. Ik vind hem er best goed uitzien eigenlijk. Deze ga ik aan mijn moeder geven. En weer van dat O2O merk. Een Revolution lipstick. Er staat op Revolution lipstick. Dus niet van het merk Revolution. Maar I don't know. Oeh, ziet er wel mooi uit. Mooie nude kleur. Het is een beetje een peachy oranje kleur. Best een oké kleur vind ik. En dan is hij leeg. Ik ga ook even op hun website kijken. Be Care. Number one beauty webshop. Al jouw favoriete beauty producten in één shop. Dat is wat er staat. Oké, dus het is gewoon echt een webshop met allemaal random make-up en zo. Ook hun verkopen hier gewoon op hun site een mystery box. Nou oké, best leuk. Nou mensen, dit waren alle boxen. Ik moet zeggen, ik ben in alle drie niet per se teleurgesteld. Ik vind het best wel leuke boxen. De laatste box van bol.com. Ja, hij is wel leuk, maar ik had misschien iets meer verwacht of zo. Ik weet niet. Ik weet niet echt wat ik verwachtte, maar ik weet niet. Maar ik vind het wel gewoon oké. Vooral voor maar €25 krijg je best wel veel. Dus ja, ik heb echt mystery unboxings gezien. Van boxen waar echt absoluut waardeloze shit in zat. Waar echt gewoon crap in zat. Waar je echt niks aan had. En alle drie deze boxen zijn toch wel dingen waar je gewoon iets aan kan hebben eventueel. Dus ja, ik vind ze wel leuk allemaal. Zelfs de box van €8 waar gewoon deze onzin in zat, is ook gewoon leuk voor die prijs. Dus ja, ik vond het heel leuk om dit te doen. Het is echt heel apart om een box te openen waarvan je niet weet wat erin zit. Maar ja, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En dan plaats ik hier nog twee video's die je ook kunt gaan bekijken in mijn hoofd om te kunnen abonneren. Vergeet vooral niet ook te liken. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Dan ben ik misschien weer een ander mens. Doeg!